Hallo allemaal, ik ben er weer, Nadine van Maasakker, voorzitter van Stichting Ayera Awe Imanyang Saam. En in het kader van ons thema Origin hebben wij vandaag een gesprek met Koen van Galen. Hij is projectleider aan de Radboud Universiteit Nijmegen en in samenwerking met de Universiteit Moisista Costa Gomez op Curaçao en ook het Nationaal Archief van Curaçao en het Nationaal Archief in Den Haag en de Radboud Universiteit hebben zij een heel mooi project. En het online beschikbaar stellen van de slavenregisters is daar een onderdeel daarvan. En de slavenregisters van Suriname die zijn in de periode 2018-2019 online beschikbaar gesteld. En op Curaçao zijn de slavenregisters afgelopen augustus, 17 augustus, online beschikbaar gesteld. Daar kennen Koen en ik elkaar ook van. En het leek ons heel mooi en passend om ook in het kader van Origin naar de oorsprong te gaan en daarover te hebben. Koen, van harte welkom. En ik zou zeggen, take it away. Oké, dank je. Bedankt voor de introductie. Ik ben inderdaad Koen van Galen. Ik ben heel blij dat ik hier mag praten, want ik zeker in het kader van het onderwerp Origins, want ik realiseer me elke keer weer, ik praat heel veel met mensen die zelf op zoek gaan naar voorouders in de slavenregisters van Suriname, van Curaçao, en ik merk elke keer weer hoe emotioneel die zoektocht vaak is. Je moet bedenken, die slavenregisters gaan eigenlijk over de 19e eeuw, dus gaat over de laatste tientallen jaren van de slavernij. Mm-hmm. Dat is natuurlijk maar een korte periode, want er is natuurlijk nog een hele geschiedenis voor. Ja. Maar toch is alleen al het besef dat mensen terug kunnen kijken naar de generaties die voorheen kwamen die in slavernij hebben geleefd. Mm-hmm. Dat is voor heel veel mensen heel waardevol, heb ik gemerkt. Zeker. Omdat, tot nu toe kon je bijna niet terugkijken voor 1863. Mm-hmm. En nu kan het wel. En het bewijs dat je voorouders echt bestaan hebben, het bewijs dat ze op papier staan, dat doet zoveel, merk ik elke keer weer met mensen, dat ik, Dat is zeker zo. Ja, ik noem het een deurtje naar het verleden en eigenlijk ook een deurtje naar binnen, naar wie je bent. Dus het is zeer zeker, kan het persoonlijke achtergrond zeggen dat het heel waardevol voor mij zeker is. En het zet ook aan tot verdere zoektochten, heb ik ook bij mezelf gemerkt. Ja, dat denk ik zeker. En dat besef is daar gewoon. En alleen dat al. Ik bedoel, we doen het voor veel meer redenen, dit project. Maar alleen dat al maakt het project gewoon ontzettend de moeite waard om te doen. Ik ben ook heel blij dat we dat hebben opgepakt. En ik zeg bewust we, want het is natuurlijk niet alleen ikzelf. Dit kun je niet doen in je eentje. Dit is een project van heel veel mensen. In Suriname, de Universiteit van Suriname. Mijn collega Maurits Hassenkaan onder andere. Nationaal Archief in Suriname, Nationaal Archief in Nederland, Nationaal Archief op Curaçao, Universiteit van Curaçao en heel veel vrijwilligers en donateurs die mee hebben geholpen om het mogelijk te maken. Zeker. Ja, zal ik er wat over vertellen? Ja, begin maar. Zal ik dat doen? Je hebt een hele bijzondere jonge dame, ga je mee beginnen. Ja, kijk, als je dat toch doet, dan moet je het goed doen, weet ik. Ja. Kijk, ik heb wat ik nu laat zien, heb ik Virginia, Oriana, Monkey en andere mensen genoemd. Omdat dat allemaal namen zijn van mensen die voorbij komen in de verschillende slavenregisters. Maar ik begin met Virginia. En dat is Virginia Dementricia. En u ziet haar hier afgebeeld op een kamerscherm. En zij is waarschijnlijk de beroemdste persoon in slavernij van het eiland Aruba. Oké. Okay. En onderzoek gedaan naar het slavernijverleden van Aruba. En zij kwam heel vaak langs, met name in de jaren 1850 van de 19e eeuw. Dan is ze ontzettend aan het puberen, want het is dan een meisje tussen de 15 en de 20. En dat levert elke keer op rellen op. Het is een nogal vrijgevochten dame. En ze weet elke keer krijgt ze weer herrie met de slaveneigenaar waar ze onder valt, met bestuur, met andere mensen, omdat ze ondeugendheden uithaalt en voor haar eigen rechten opkomt. Ja, dat zeker. Dat is een beroemd, in de jaren 90 al overgegeven, een beroemd persoon op Aruba. Maar het wonderlijke was dat ze eigenlijk verdween. In 1859, uit mijn hoofd, is zij verkocht
een opdracht van het bestuur van Aruba naar Curaçao. Okay. Omdat ze die lastpost kwijt wilden. Ja. En dan, ja, dan lijkt ze uit het boek te zijn. En, maar wat ik gevonden heb, ik ben zelf eens gaan zoeken in Curaçao, want we hebben natuurlijk die slavenregisters beschikbaar gemaakt. Ik wil eens kijken of ze daarin staat. En inderdaad stond ze in die registers. En wat meer was, ze stond ook in een ander register waarin bij wordt gehouden wie er allemaal gestraft worden door de overheid. En daar bleek dat ze ook op Curaçao niet stil had gezeten en dat ze weer herrie had gehad. Precies. En dat ze op een gegeven moment prijsafvangingsstraf en dat soort dingen. Ja. En wat er dan gebeurt, is dat ze dan opeens niet meer in die boeken tevoorschijn komt. En ik vroeg me af wat er gebeurd was. En toen bleek dat ze in verwachting was geraakt. Ik meen in 1861. Dus ze krijgt een kind. Okay. En dat was helemaal onbekend. Niemand wist dat zij een kind had gekregen toen ze nog in slavernij leefde. En ik was dus bang dat dat kind hetzelfde lot had als heel veel andere kinderen in die tijd. Namelijk dat ze het als baby zou zijn overleden. Maar dat bleek gelukkig niet waar te zijn. Wat er gebeurd was, is dat er een vergissing is gemaakt bij het uitgeven van achternamen. Mm-hmm. Achternamen in 1863. En dat kind per ongeluk een andere achternaam was geregistreerd dan de moeder. Mm-hmm. Dus het was nooit opgevallen dat zij een kind had. En nu was dat opeens bekend. Dus op Aruba deed dat nieuws het heel goed. en dat zijn natuurlijk de kleine verhalen. En het mooie is natuurlijk dat we hier hebben een mooi voorbeeld van een afbeelding van hoe deze dame er misschien heeft uitgezien, want we weten niet hoe ze er werkelijk heeft uitgezien. Oké, want dat is een kamerscherm, hè? Het is een kamerscherm, ja. Het is van een kunstenares van Aruba. En die heeft dat gemaakt bij een tevoren tentoonstelling, een jaar of, ik denk alweer een jaar of 10 geleden. Oké, dat is mooi. En volgens mij kan je ook in Wikipedia vinden. Sorry? Volgens mij kan je haar ook in Wikipedia vinden. Ja, dat klopt. Ik kan het ook wel laten zien. Kijk, okay. Als je, dit is de Wikipedia pagina, een stukje ervan, van Virginia Dementricia. En daaronder staat het pagina uit het slavenregister van Curaçao. En als je heel goed kijkt, kun je het misschien nog net zien, onderaan de rand. Mm-hmm. Ja. Aan die kant staat Virginia Dementricia. Ja. En de naam van de moeder staat er ook bij. De naam van de moeder, Maria Theodora, mm-hmm. alias Galina. En dus je vindt al veel meer informatie over haar terug. En dat is het mooie van dat we nu die bronnen online maken, dat iedereen ernaar kan zoeken. Ja, misschien kunnen de nazaten van haar ook op die manier terugvinden. Ik denk dat het wel heel prachtig en stoer zou vinden als je zou weten dat je van zo'n bijzondere, krachtige vrouw afstamt. Ja, zo'n stoer mens. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik ben het helemaal met je eens. Maar het leuke is natuurlijk, kijk, tot het afgelopen jaar was dit onbekend. Ondanks dat Aruba en Curaçao misschien 40 kilometer uit elkaar liggen. Uh-huh. Maar dan moet je speciaal naar het archief. Je moet er doorheen worstelen om te kijken wat erin staat. En dan kun je het opzoeken. En door het digitaal te maken, mm-hmm. door het online te zetten, kan iedereen overal vandaan zoeken. En dat is natuurlijk, denk ik, een van de fijne dingen van deze tijd waarin we leven. Ja. Dat dit soort projecten mogelijk zijn. Ja. De voordeel. Zal ik verder wat vertellen over de... Ja, ga je gang. Je noemde het gelukkig al eventjes. We hebben afgelopen jaar natuurlijk een aantal projecten gedaan. We zijn begonnen met een project om samen met het publiek Surinaamse slavenregisters openbaar te maken. Mm-hmm. Dus een crowdfunding en later met vrijwilligers alles overgetikt. Mm-hmm. En die zijn in de afgelopen jaren, 2018, 2019, gepubliceerd. Mm-hmm. En er kwam een project achteraan. Met het Nationaal Archief van Curaçao, waarbij we de Curaçaose slaapregisters ook online hebben gemaakt. En dat is afgelopen zomer gebeurd, zoals je al vertelde. En dat liep even iets anders, want we waren van plan om weer zo'n publiek project van te maken. Maar er bleek een onderzoekster, zij is inmiddels overleden, mevrouw Elf Langeveld, op Curaçao. Die bleek al een soort transcriptie, dus een soort vertaling gemaakt te hebben op basis van, van het slaapregister van Curaçao. Dus daar konden we mee werken. Dus daardoor konden we het ook veel sneller project eigenlijk in gang zetten. Mooi. En ja, zijn we ook heel dankbaar. Ook heel dankbaar dat we dat mochten gebruiken van haar nabestaanden. En waar we nu mee bezig zijn, is dat we proberen om ook de burgerlijke stand van Suriname online te krijgen. Okay. En dat wordt wel weer een publiek project. En we hopen dat we het komende jaar echt kunnen opstarten met vrijwilligers. En dat we vanaf 2022 dat ook echt kunnen publiceren. En ik zeg hier speciaal Suriname, want het
de burgerlijke stand van Curaçao. Die is al gepubliceerd. Die staat op de website van Nationaal Archief Curaçao. nationaalarchiefcurasao.cw. En loopt dat een beetje door, zeg maar, vanuit het slavenarchief naar het burgerlijke standarchief? Dus stel dat ik dat het daar eindigt, dat ik dan weer gewoon door kan gaan, zeg maar? In principe ja, met een tussenstap. Want in 1863, tot 1863 hebben mensen geen achternamen. Mm-hmm. Dat mochten ze niet, als ze in slavernij leefden. En na 1863 krijgen ze wel achternamen. Die krijgen ze dan op het moment van de emancipatie. Ja. En er is een apart register voor, zogenaamde emancipatieregister, waarin die achternamen allemaal staan vermeld. Oké. En de burgerlijke standinformatie is inderdaad informatie over de mensen die vrij zijn. Dus het begint al eerder, het begint al in de jaren 1830. En als mensen dus ook worden voor 1863 worden vrijgelaten, gemanumiteerd heet dat, dan komen ze ook in de burgerlijke stand. Okay. En vanaf 1863 natuurlijk iedereen. Mm-hmm. En dan kun je eigenlijk de mensen blijven volgen. En we hopen eigenlijk, ons doel is om een soort historisch, we noemen het de historische database van Suriname en Curaçao. Mm-hmm. Daarbij willen we echt eigenlijk de hele bevolking beschikbaar maken van ongeveer de jaren 1830 tot en met 1950. Oké, okay. Want als je zeg maar voor 1830 iets zou willen, dan ben je meer aangewezen op doopregisters en dat soort zaken. Of stel dat het weer een Joods achtergrond zou zijn, dan zou je richting de synagoge moeten. Dus dan moet je op andere manieren gaan zoeken naar eventuele voorouders. Ja, dat heb je helemaal gelijk in. Pas in 1828 wordt besloten dat er ook een burgerlijke stand wordt ingevoerd in Suriname en Curaçao. Okay. En ook op de andere eilanden overigens. Dus ja, pas rond die tijd ontstaat dat. En daarvoor heb je inderdaad alleen met doopregisters en met begrafenisregisters en zo te maken. Okay. Daar zijn we ook nog over nadenken, maar dat is nog toekomstmuziek. Ja, de komende 20 jaar ben je druk bezig. We hebben nog wel even bezig, ja. Hey, ik zal eerst vertellen, wat zijn nou die slaafregisters? Slaafregisters is eigenlijk een overzicht van alle mensen die in slavernij leefden, mm-hmm. geregistreerd onder de naam van de slaveneigenaar. Mm-hmm. En die slaafregisters zijn ingevoerd in de 19e eeuw pas. Voor zover we weten als eerste in Nederlands-Indië, dus in het wat nu Indonesië is, dus aan de andere kant van de wereld. Mm-hmm. In 1819. En in 1826 komt er een koninklijk besluit dat ook in andere kolonies van Nederland op dat moment slavenregisters moeten worden ingevoerd. En in Suriname weten we dat het ook gebeurd is in 1826. Curaçao is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk is er wel een systeem geweest, maar wat precies is, weet ik niet. Maar vanaf 1839 krijg je echt boeken waarin eigenlijk per dag wordt bijgehouden wat de veranderingen zijn. Dus als mensen bijvoorbeeld vrij kwamen, dan werd dat geregistreerd. Als mensen werden geboren, werd dat geregistreerd. Als mensen overleden. Als mensen werden verkocht, want dat gebeurde natuurlijk ook. Of in het geval van Curaçao ook veel voorkomt, als mensen werden van buiten Curaçao naar Curaçao werden gebracht, of werden vanuit Curaçao naar het buitenland werden vervoerd. Oké. Okay. Ja, het is een doorvoerhaven. Dus, Ja, dat zie je veel meer dan in Suriname. In Suriname zie je dat ook wel eens, maar niet heel veel. Ja. Maar in Curaçao komt dat regelmatig voor. En als je heel goed zoekt, zie je ook dat er af en toe ook weer mensen terugkomen. Dus dat mensen bijvoorbeeld naar Venezuela zijn gebracht en dan vervolgens vanuit Venezuela later weer terugkomen naar Curaçao. Maar dat vereist wel zoeken. Oké. Ja, om wat voor aantallen gaat het? Nou ja, Suriname is natuurlijk groter. Je moet bedenken dat er zijn iets van 50.000 mensen in slavernij in Suriname rond 1830. En nog altijd 35.000 rond 1863. Mm-hmm. En wat we nu nog over hebben zijn 43 delen. Er moeten er oorspronkelijk veel meer zijn geweest. Vermoedelijk zeker 54 boeken. Maar er zijn nu nog 43 van over. En de reden waarom er zoveel boeken zijn is niet alleen omdat er meer bevolking is, maar ook omdat ze een aantal keer opnieuw zijn begonnen. Dus als ze veel wijzigingen waren, er stonden namen doorgestreept, of er stond extra informatie bij, dan werd dat onoverzichtelijk en op een gegeven moment hebben ze dan alle informatie die nog belangrijk was, hebben ze overgeschreven in nieuwe boeken. En dat deden ze elke zoveel jaar. Dat is onder andere gebeurd in 1830, in 1838, in 1848 en in 1851. Mm-hmm. En in Curaçao is het slavenregister veel compacter. Daar is één serie van 8 boeken,
Die loopt door van 1839 tot 1863, dus er is geen nieuwe serie begonnen. Mm-hmm. En wat je ook ziet is dat waar in Suriname elke slaveneigenaar of elke plantage minimaal één eigen pagina krijgt, mm-hmm. ongeacht hoeveel mensen erop staan, mm-hmm. hebben ze op Curaçao gedacht, nou, dat vinden we zonde van het papier. Wij doen is, als zo'n slaveneigenaar verdwenen, stelt dat iemand mm-hmm. komt naar Curaçao, koopt daar iemand, verkoopt iemand ook weer of laat iemand vrij, dat gebeurt natuurlijk ook. Dan wordt die naam doorgestreept en dan verdwijnt ze iemand uit de boeken. En dan vonden ze zonde om de rest van de pagina leeg te laten. Dus dan werden soms informatie over nieuwe eigenaren ondergezet. Dus we zijn veel compact, intensiever gebruikt. Ja. Wat je wel moet bedenken bij de slavenregisters als je zoekt, is dat niet iedereen erin staat die in slavernij is. Van deels komt dat uit praktische overweging. Ik zei het al, in het geval van Suriname ontbreken gewoon een aantal boeken. Sommige mensen zijn niet makkelijk terug te vinden. Mm-hmm. De andere kant is dat er met name mensen die eigendom waren van de overheid, want de overheid had zelf ook mensen in bezit, zogenaamde gouvernementsslaven, mm-hmm. Die worden niet in de boeken vermeld. De overheid vond namelijk dat ze niet hoefden te controleren of zij zelf, die ze zelf in bezit hadden. Het lijkt alsof er niks veranderd is. Nee, sommige dingen veranderen inderdaad niet. Maar dat had er ook mee te maken dat het oorspronkelijke doel van de slavenregister was om te voorkomen dat er nog illegale mensenhandel zou ontstaan. Je moet bedenken dat midden jaren 1820 is de transatlantische slavenhandel, dus de, het halen van mensen uit Afrika, is dan al gestopt. Mm-hmm. Maar er was nog steeds smokkelhandel, dus er werden illegaal nog mensen uit Afrika gehaald. En okay. Door zulke boeken in te stellen, kon je niet meer stiekem nog een groep mensen ertussen schuiven. Dat ging opvallen. En de overheid ging ervan uit dat zij zelf geen mensen smokkelden. Dus ik ging net zeggen, alleen de overheid zou dat kunnen. Alleen de overheid zou dat kunnen. Nou, dat is een heel lang verhaal, maar in principe is dat niet gebeurd. Laten we het daarop houden. Oké, is goed. Maar wat er gebeurt is dat in het geval van Suriname wordt uiteindelijk in de laatste serie vanaf 1851 worden wel de gouvernementsslaven meegenomen. Mm-hmm. Op Curaçao is dat nooit gebeurd. Ze staan wel vermeld, mensen die van de overheid afkomstig zijn, staan wel vermeld in het emancipatieregister. Okay. Maar niet in het, daar kun je ze vinden. Ja, en dat is wel fijn om te weten. Voor de Surinaamse slavenregisters is de database die we hebben gemaakt, die op een website van het Nationaal Archief, zowel in Nederland als in Suriname te vinden is, is echt alleen het slavenregister. In het geval van Curaçao hebben we ervoor gekozen om het slavenregister en het emancipatieregister in één database te onder te brengen. Dat mensen er iets makkelijker in het geheel in kunnen zoeken. Oh ja, snap ik. Ja, en wat is dat dan? Nou, dit is een voorbeeld van een slavenregister. Ja. Dit is, als u goed kijkt, ziet u een pagina en dan ziet u bovenaan Spillenburg Carolina. En Carolina Spillenburg, de achternaam staat vooraan in dit geval. Caroline Spillenburg is de slaveneigenaar. Dus een dame, dat gebeurde regelmatig. En maar daaronder ziet u allemaal kolommen. En dat zijn de mensen die in slavernij zijn. U ziet links een reeks namen, alleen voornamen, ik zei het al. Mensen in slavernij mochten geen achternaam hebben. Mm-hmm. Dan staat informatie over het geslacht. Dan staat informatie over de volgende kolom. Is informatie over het geboortejaar. En daarnaast staat een kolom met moedersnamen. En die namen zijn belangrijk, want dan kun je gebruiken om families te reconstrueren. Oké. Okay. Als je de naam van de moeder weet, dan kun je altijd zoeken, leeft die moeder ook nog? Wat weten we over die moeder? En dan vervolgens kun je iets meer een stamboom bouwen. Maar alleen in de vrouwelijke lijn. Want dat is de wet in die tijd. Mensen in slavernij werden niet geacht een vader te hebben. Dus die werd nooit geregistreerd. Dus we weten alleen iets over moeders. Je ziet ook in dit geval, Frans, die heeft als moeder Elisabeth. En een Wendy als Mary. Er zitten ook best wel bijzondere namen tussen. Geduld. Ja, ik zal zo meteen nog iets vertellen over die bijzondere namen. Want dat is inderdaad helemaal waar. Mensen in slavernij kregen soms hele wonderlijke namen. Ja. Maar wat je bijvoorbeeld goed kunt zien. Frans is in 1840, het staat een beetje klein hier, maar hier staat 1840. Geboren als kind van Elisabeth. En dit is Elisabeth. Mm-hmm. En zij is geboren in 1821. En haar moeder is onbekend. Dat is jammer. Want dat betekent dat je niet verder terug kunt. Nee. Maar wat het interessante eraan is, is dat omdat zowel in Suriname als op Curaçao de wet was in principe dat
met enkele uitzonderingen daar gelaten, kinderen niet los mochten worden verkocht van hun moeder. Mm-hmm. Althans niets met zonder toestemming van de overheid. Mm-hmm. Kun je er eigenlijk ook zeker van zijn dat deze Elisabeth, dus de moeder van Frans, dezelfde is als deze Elisabeth. Oké. Okay. En dat maakt het natuurlijk iets makkelijker om familieverbanden te zoeken. Oké. Okay. En wat je wel ziet in dit geval is, er is één belangrijke uitzondering waarbij mensen wel uit elkaar werden gehaald. En dat was als één van de beiden werd vrijgelaten. Gemanumiteerd heette dat. Oké. Okay. En dat is in het geval van Elisabeth ook gebeurd. Zij is in 1862 gemanumiteerd, dus vrijgelaten. En dat betekent dat zij toen formeel dus een vrij persoon werd, terwijl haar zoon Frans op dat moment nog in slavernij leefde. Oké, en haar zoon was toen nog een klein kind? Of was die al een volwassen? Ja, dat valt wel mee. Hij was 22. Dus hij kon redelijk op eigen benen staan, vermoed ik. Maar het is wel hoe het soms werkt. Je ziet ook het omgekeerde gebeuren. Met name als een kind natuurlijk verwekt was door een vrij persoon. Dus een vrije vader had. Dan deed die vader soms moeite. In ideale geval natuurlijk moeite om moeder en kind vrij te maken. Maar het gebeurde ook regelmatig dat dan alleen het kind werd vrijgelaten. En dat moeder dus in slavernij bleef. Is het trouwens een register uit Suriname of waar komt deze vandaan? Dit is een Surinaams register. Oh, okay. En dat kun je ook zien aan de vorm. Dit is een voorgedrukt register. Mm-hmm. En daar zie je inderdaad een hele, eigenlijk heel helder overzicht en lijst. Dit is een voorbeeld van een register uit Curaçao. Oké, okay, dat is totaal anders. Nou, de opbouw is redelijk hetzelfde hoor. Kijk, ook hier zie je de naam van een slaveneigenaar bovenaan staan. Dit geval Benjamin Jessup. En dan zie je hier informatie over de namen. Mm-hmm. Hier zie je geslacht. Daarachter de geboortejaar. Daarachter de naam van de moeder. Oh, ja. En daarachter twee kolommen met informatie hoe deze mensen op de lijst zijn gekomen. En hoe die mensen eventueel weer van die lijst zijn verdwenen. Inderdaad, zelfde opbouw. Ja. Ja, alleen wat je hier heel goed ziet is inderdaad dat, dat ze in Curaçao zoiets hadden van het is zonde van papier om de helft leeg te laten. Dus we doen een andere naam tussen als we ruimte nodig hebben. Ja. En daarom staan hier drie mensen op de pagina en in de andere geval met twee. Toen al duurzaam bezig dus. Ja, zo kun je het ook zeggen. en dit is allemaal met de hand geschreven. Dat vorige is voor een groot deel voorgedrukt. Wat je nog meer hebt op deze pagina is informatie over hoe deze mensen op de lijst zijn gekomen en hoe deze mensen ook weer van de lijst zijn verdwenen. Mm-hmm. Je ziet bij een aantal mensen zie je helemaal niks staan. Als je bijvoorbeeld naar Frans kijkt, dan zie je niks staan bij in en niks staan bij uit. Mm-hmm. En dat heeft ermee te maken dat dit is de laatste serie slaapregisters van Suriname. Die begon in 1851. Toen was Frans er al en die was blijkbaar op dat moment al eigendom van mevrouw Spindelburg. Ja. En hij is dat gebleven tot 1863. Okay. En omdat iedereen op dat moment vrij kwam, vonden ze het niet nodig om dat nog eens een keer apart te gaan vermelden. Oh, ja. Dus vandaar dat dit leeg is gebleven. Okay. En dat zie je wel eens vaker in de eerste. Okay. Ja, en dan de namen. Je hebt helemaal gelijk dat er rare namen voorkomen in slavenregisters. En als ik het er heel netjes, heel vriendelijk wil zeggen, dan heeft het alles mee te maken dat omdat mensen geen achternaam mochten hebben. Mm-hmm. Slaveneigenaren, met name op plantage-eigenaren, omdat er vaak heel veel mensen werkten, het heel erg nodig hadden dat er zoveel mogelijk verschillende namen bestonden. Want je wilt natuurlijk geen plantage hebben waar je 10 Jannen hebben rondlopen, of 26 Maries. Dan hou je ze niet meer uit elkaar. En wat je ziet is eigenlijk een beetje dat er een paar verschillende oplossingen daarvoor kiezen. En dit rijtje namen hier geeft eigenlijk heel mooi die verschillen weer. Als je onderaan kijkt, zie je Johannes staan. Heel veel mensen hadden gewoon een in die tijd gebruikelijke Nederlandse naam. Mm-hmm. Dus die kregen een, die heette Johannes, of ze heette Elisabeth, of ze heette Maria, dat soort namen. Maar je ziet een aantal wonderlijke gebeurde dingen. En dat is, het was populair rond 1800 om te flirten met namen uit de oudheid. Telemachus, dat is een figuur uit de Griekse mythologie. Okay. Ja, ik moet denken aan een toven, aan een goochelaar op Curaçao die altijd zei, Telemachia, Telemachia. het zou zo zijn. Tom Press, die heet die. Maar ik denk dat die niks met deze telemaatjes te maken heeft. Maar dit is bovendien ook Suriname hoor, waar dit vandaan komt. Maar nee, je hebt gelijk. Ik weet ook niet hoe ze aan deze naam komen. Ik denk dat het echt een kwestie is van dat het klonk blijkbaar interessant
om mensen namen uit de oudheid te geven. Je komt ze vrij veel tegen. Wat je verder ook tegenkomt zijn namen die eigenlijk maar plaatsnamen zijn. Zoals hier heb je iemand die heet Barbados. Ja. En dat zie je vrij veel. En wat je ook ziet, opvallend misschien, is dat er... Kijk, de namen werden gegeven in principe door de slaveneigenaar. Mm-hmm. En wat we weten uit sommige bronnen is dat het wel soms in interactie gebeurde met de moeder. Als de moeder een bepaald idee had van, ik vind dat het kind die naam wil hebben, dan konden ze dat voorstellen. En de slaveneigenaar kon er wel of niet in meegaan. En wat je wel ziet, is dat er nog wel redelijk veel mensen zijn die Afrikaanse namen hebben. Met name in Suriname, dus, zoals Kwamina. Oh, dat is mooi. En daarnaast heb je nog namen die zijn eigenlijk een beetje, zijn eigenlijk geen namen. Je zou ze niet eens zijn, bij wijze van spreken niet eens voor een huisdier bedenken, maar dat is een naam als eersteling bijvoorbeeld. Ja. Dat is waarschijnlijk het eerstgeboren kind van een moeder geweest. Mm-hmm. Of het is de eerste, die is geboren in een bepaald jaar. En dan krijg je dit soort dingen. Want je kunt je bedenken dat zo'n plantagedirecteur waarschijnlijk op een gegeven moment geen idee meer had wat hij voor namen die moest geven. Dat zie je soms ook terug in de boeken. En dat is natuurlijk heel triest. Ik vind de namen zoals Fortuin en Geduld, ja, dat vind ik toch wel ook een beetje nasmaakje hebben. Want dat is terecht. De manier waarop de mensen toen moesten leven. En dat iemand dan Fortuin en sommige namen voor de vrouwen, die hebben soms ook een beetje licht getint, erotisch getint naam. Ja. Dan vraag je bijna af van, was dit cynisch bedoeld? Of, maar goed, dat zullen we misschien nooit weten. Nou ja, dat is natuurlijk heel lastig. Je kunt de mensen niet meer vragen. Wat we wel weten is dat namen die mensen een beetje belachelijk maken. Mm-hmm. Wat je bijvoorbeeld ook ziet dat mensen keizer worden genoemd of baron of hertog. Mm-hmm. Van, dat klinkt heel chic of heel groot, maar ondertussen zijn mensen in slavernij. Mm-hmm. Die worden vaak belachelijk vaak gegeven, namen worden vaak aan mannen gegeven. Mm-hmm. En vrouwen, zoals je al terecht opmerkte, krijgen soms namen die met name erg wijzen naar hun seksualiteit. Je ziet hier bijvoorbeeld een lijst met vrouwennamen. Mm-hmm. En halverwege zie je iemand die heet Rosette. Ja. En iemand heet Venus. Ja. Maar dat zijn eigenlijk namen die wil je eigenlijk liever niet hebben als je als vrouw in slavernij leeft. En je bent eigenlijk met huid en haar overgeleverd aan zo'n slaveneigenaar. Ja. Zeker als je bedenkt dat met name op plantages waren slaafdirecteuren daarvan, waren altijd ongetrouwde mannen. Ja. Dat hadden ze om een of andere reden bedacht dat het beter was. Maar dat betekent dus bijna zeker dat, dat vrouwen werden lastig op de plantage. Ja, en zo, zelfs soms als ze getrouwd waren, maar dat andere was het. Maar goed. Nou ja, de plantagedirecteuren waren meestal ongetrouwd. Maar wat wel gebeurde, de positieve kant, als je het positief uit wil leggen, is dat het ook gebeurde dat mensen langdurige relaties kregen, kinderen kregen samen en dat ze ook hun best deden om in ieder geval hun vrouw en kinderen uit de slavernij te halen. Ja, dat klopt. Wat ik hier nog wel mooi aan vind, dit is ook een voorbeeld van een directeur van... laat ik eerst het niet mooie deel vertellen. Dit is ook een voorbeeld van een directeur van een plantage die waarschijnlijk op een gegeven moment niet meer wist wat voor namen hij moest bedenken. Uh-huh. En je ziet er een aantal mensen die bijvoorbeeld Afrika, Australië, ja. Amerika. Je hebt dus gewoon alle werelddelen vernoemd, zou ik maar zeggen. Uh-huh. In een periode rond 1810. Uh-huh. En wat ik zelf wel heel boeiend aan vind, is dat dus, volgens de regels moest een directeur op het moment dat iemand een naam had, moest die naam natuurlijk genoteerd worden. Maar als iemand daarnaast nog een tweede naam had, die zo bekend was dat iedereen diegene onder de tweede naam kende, uh-huh. dan moest die ook vermeld worden. Oké. Okay. En dat is hier in een aantal gevallen gebeurd. Een soort roepnaam, zeg maar. Ja, een soort roepnaam. Of misschien de alternatieve naam die mensen zichzelf gaven. En dat is hier het geval geweest. Kijk, je ziet hier een mevrouw die heet Filida. Uh-huh. En tussen haakjes staat erachter Abuma. Uh-huh. En Abuma is een Afrikaanse naam. Hier beneden zie je Petronella. Uh-huh. En daarachter staat Kubi. En Kubi is ook een Afrikaanse naam. Ja. Dus je ziet hier dat deze mensen in staat zijn geweest om wat dat betreft hun identiteit uh-huh. vast te houden. Ja, en, dat wilde ik zeggen, ja. Ja, hun Afrikaanse idee, wereld, daarin ook vast te houden. Uh-huh. En ik denk dat je kunt me wel Filida noemen, maar ik ben gewoon Abuma, doei. Ja, en ik kan me wel Petronella noemen, maar ik word terecht Kubi. Ja. Precies. En dat vind ik wel heel waardevol. En zeker ook als je bedenkt dat Kubi is in
1805 geboren. Waarschijnlijk is ze ook, haar moeder is bekend, waarschijnlijk is ze gewoon ook echt op die plantage zelf geboren. Mm-hmm. Maar toch zat die Afrikaanse afkomst er nog zo goed in, dat zij dat ook vast hebben weten te houden. Dat vind ik leuke dingen. Dat als je dat terugziet, dan heb je het idee, een stoere meiden, die weten wel wat ze aan doen zijn. Dat wilde ik net zeggen, dat spreekt toch een soort van kracht en wat er ook gebeurt, wij blijven wie we zijn. En we zijn geen slaaf. We zitten in deze omstandigheden, maar niet omdat we dit gekozen hebben. Nee, je kunt het ze niet meer vragen natuurlijk. Hè? Dus dat is een interpretatie van ons, maar in ieder geval dat beeld geeft het wel. Mm-hmm. Er zit ook nog een hele andere kant aan. Ik heb al wat voorbeelden genoemd van namen die niet echt goed uitkomen. Oh, en dit is ook een naam. Ja. En deze kom je regelmatig tegen in Suriname. Mm-hmm. En wees er maar zeker van dat de mensen wisten wat dit betekende. Mm-hmm. Het Schanentongo is gebaseerd op het Engels. Ja. Dus mensen wisten echt wel wat dit soort woorden doen. En het gekke is dat dit soort namen dus ook tot aan het einde van de slavernijperiode zijn gegeven. Okay. Dus ik dacht eigenlijk dat, zal ik maar zeggen, die echt naargeestige namen geleidelijk aan uitsterven. Ze worden wel minder, mm-hmm. maar ze blijven bestaan tot het einde aan toe. Okay. Waarom zijn die slavenrechten nou zo belangrijk? Ze zijn niet alleen belangrijk omdat je rechtstreeks daarmee verder terug kunt zoeken in je voorouders. Maar het zijn ook belangrijk omdat ze als het ware de enige bron zijn waarin uit die periode iedereen in slavernij leeft, of vrijwel iedereen in slavernij leeft, ook terug te vinden is. Mm-hmm. En het is een soort spinnend web. Alle andere bronnen over slavernij zijn hier aan te koppelen. Okay. En dat komt omdat je hier in die slavenregister altijd de combinatie hebt van een naam van een persoon, mm-hmm. en de naam van de slaveneigenaar of de plantage. Okay. En elk andere bron zal iemand die in slavernij is altijd vermeld worden. Denk bijvoorbeeld aan juridische bronnen, dus aan de rechtbank. Maar mm-hmm. denk ook bijvoorbeeld aan kranten. Dat is altijd voor vermeld. Dus als je weet dat iemand slaveneigenaar is geweest, kan je gewoon op naam van de slaveneigenaar zoeken, zeg maar. En dan zou je dat kunnen vinden. Of de naam van de plantage, en dan vind je de rest. Ja, en omdat er bijna geen dubbele voornamen in voorkomen, bijna geen namen dubbel voorkomen. Mm-hmm. En als ze al voorkomen, dan worden ze meestal genummerd. Mm-hmm. Dus dan heb je bijvoorbeeld een Jan 1 en een Jan 2 op de plantage. Mm-hmm. Kun je eigenlijk altijd redelijk eenvoudig terugvinden wie die persoon moet zijn geweest. Okay. En dat is wel heel boeiend. Als er bijvoorbeeld een advertentie staat voor iemand die gevlucht is. Mm-hmm. En die gezocht wordt, dan kun je dat terugvinden. Als je zeg maar bijvoorbeeld notariële stukken waarin mensen worden weggegeven aan andere familieleden of dat soort dingen. Dat kun je dus allemaal terugvinden. Dat kun je allemaal nazoeken in die registers. Oké. Okay. En er zitten nog twee aardige bestanden aan die we niet in het geval van Suriname niet eraan hebben kunnen koppelen. Mm-hmm. Dat zijn de databases van de emancipatie in 1863. Dus de namen van die mensen kregen toen ze vrijkwamen. Mm-hmm. En de database van de manumissies. Die is in Suriname, is dat een apart bestand. Moet je apart in Suriname. Maar die namen staan gelukkig wel ook in de slavenregisters. Maar er staat nog wat meer informatie in dit mm-hmm. register. In het geval van Curaçao hebben we ervoor gekozen om een koppeling te maken. Dus er staat in het slavenregister online, staat ook een koppeling naar een aparte database van manumissies op Curaçao, die al langer op de website van het Nationaal Archief Nederland stond. Uh-huh. Maar je kunt allerlei andere dingen ook koppelen. Denk aan bijvoorbeeld de Surinaamse en de West-Indische almanakken, Delver, dus de kranten uit die tijd vanuit Suriname en vanuit Curaçao. Je hebt nog een website allesurinamers.org, daar zit heel veel zoekmateriaal in, wat voor een deel ook relevant is voor mensen met een Curaçaose of een andere Antilliaanse achtergrond. Oh, okay. En zo zijn er natuurlijk veel meer archiefstukken. Het Nationaal Archief Curaçao is natuurlijk zelf een hele mooie collectie. En daar zijn natuurlijk ook fysieke stukken naast de website. Dus het is wel heel mooi dat we de websites hebben, want dan kun je ook op welke plek ter wereld kun je ook gaan zoeken. En ik kan me ook voorstellen dat als je ook naar een archief gaat en inderdaad kan voelen en ruiken bijna, dat ook een extra dimensie aan je zoektocht kan geven.
Niet dat ik een oproep doe dat iedereen nu naar alle archieven moet. Want dan worden die collega's daar worden niet blij van mij. Maar ik kan me wel voorstellen dat het archief met dit dat het een hele bijzondere ervaring is. Als je de kans krijgt om naar het archief te gaan, zou ik het zeker doen. Met name het archief in Curaçao is echt een hele fijne plek om te werken. Ja. Het is een heel mooi gebouw, ligt eigenlijk vlak in Willemstad, bij Pietermaai. Volgens mij heet het de Archiepatrij, volgens mij heet het in de volksmond Bolo di Batrij of Casti Batrij, groen gebouw. Dat kan, ja, dat ja. is het inderdaad. Dus dat is een heel mooi complex. Een hele aardige medewerkers daar. Gewoon ook een leuke plek om te werken. Ja. En in Suriname zit het aan de Lachmanstraat. Een lange weg door Suriname heen. Door de Paramaribo heen. En ook dat is een prima archief. En ook een fijne plek met mensen die echt wel ervoor staan om je te helpen. Ik kan me voorstellen dat voor heel veel mensen is het natuurlijk gewoon lastig om toch zo naar Suriname of naar Curaçao te gaan. Dan ga je er toch vaak toe voor familiebezoek. Mm-hmm. Dus het is ook niet echt iets meteen om daar de tijd voor te nemen. En dan is het toch wel heel fijn dat het gewoon online beschikbaar is. Want dan kun je het op een koude winteravond in Nederland ook doen. Ja, en of coronatijd. Of in coronatijd, ja. Hey, maar dat is goed om daar even naartoe te gaan. Want... kijk, dit is de website van het Nationaal Archief Curaçao, nationaalarchief.cw. En dan /slavenregister is de pagina. Je komt er ook komen als je klikt, halverwege staat collectie. Dan kun je er ook mee komen. Mm-hmm. En als je daar dan zoekt, dan heb je meerdere mogelijkheden. En ik raad iedereen aan om te beginnen met de eerste mogelijkheid. Dat is niet het slavenregister, maar dat is die van de burgerlijke stand. Okay. Het probleem is namelijk op Curaçao met name dat mensen... In de tweede helft 19e eeuw konden vaak niet lezen en schrijven. En je ziet heel veel verschuivingen van achternamen in die periode. Mm-hmm. Dat komt omdat vrouwen hadden vaak een dubbele voornaam. Mm-hmm. En ze wisten niet altijd zelf volgens mij wat hun achternaam officieel of hun achternaam was. Of ze gebruikten die nooit en dan gaven ze dus hun voornaam. En dan kwam zo'n ambtenaar, en dat was misschien iemand die uit Nederland kwam of zo, die helemaal niet wist hoe het lokaal werkte. Yeah. En die schreef dan de naam, de dubbele naam van die vrouw op. En dan werd dus de deel van de achternaam, deel van de voornaam werd de achternaam van het kind. Okay. En ik vermoed dat heel veel Curaçaose namen, waarbij je ziet dat mensen eigenlijk een achternaam hebben die een vrouwennaam is, op die manier zijn ontstaan. Dat betekent dat je heel goed moet zoeken, terug moet zoeken eigenlijk vanaf het begin van de 20e eeuw, dus ongeveer een eeuw geleden. Mm-hmm. En dan verder terug moet kijken in je familie, om elke stap zeker te weten dat je bij de juiste personen uiteindelijk uitkomt. Yeah. En dan pas naar de slavenregisters te gaan. Oké. Dus jij zegt eerst even verifiëren dat je de juiste gegevens hebt. En dan in de slavenregisters gaan duiken om te kijken of je daar de koppeling kan vinden. Ja, dat geldt meer voor Curaçao dan voor Suriname. In Suriname is dat probleem om een of andere reden niet zo groot geweest. Maar op Curaçao is dat heel duidelijk een probleem. Ja. En dan... Vervolgens ga je een slavenregister zoeken. En in het geval van Curaçao is dat iets makkelijker, omdat dus het emancipatieregister daar meteen bij in zit. Als je voor Suriname zoekt, dan moet je eerst in het emancipatieregister gaan zoeken. Mm-hmm. En dan vervolgens in Curaçao heb je dat probleem iets minder. Wat wel een probleem is op Curaçao, is dat maar een deel van het emancipatieregister bewaard is gebleven. Oh. Ongeveer 2/3 staat nog. Okay. En 1/3 is weg. Daar hebben we dus de achternamen niet van. Die staan niet in boekvorm. Oké. Ja. En wat je daarmee kunt doen, je kunt altijd nog verder terugzoeken, maar dan moet je echt wel andere foefjes gebruiken. Het meest logische is dan te zeggen van, als je iemand hebt die bijvoorbeeld in de slavernijperiode is geboren, en je weet de naam van de moeder, dit wordt meestal op de overlijdensakte wel vermeld, dan kun je met die combinatie terugzoeken. En dan is de kans weer heel groot dat je ze vindt, omdat de moeder altijd ook wordt vermeld in het slavenregister, kun je die combinatie gebruiken en zoeken. Oké. Okay. Ja, wat krijg je dan als je dan iemand vindt? In dit geval had ik gezocht naar een Oriana Grandi, een grootmoeder uit 1799. En, of 1783 zelfs, dus nog wat ouder. Mm-hmm. En, dus die gaat wel verder dan 1830, blijkbaar? Nou ja, alle boeken gaan verder dan 1830.
je moet bedenken, de boeken beginnen in het geval van Curaçao in 1839. Ah. Maar heel veel mensen zijn dan natuurlijk al op leeftijd. Precies. Er zijn heel veel mensen in slavernij, die zijn al ver in de 18e eeuw geboren. De oudste personen die ik gevonden heb tot nu toe, zijn van rond 1750. Oh! Dus, en in dit geval, deze mevrouw, je ziet er bovenaan hier op de lijst staan. Mm-hmm. Zijn Oriana Grandi, Maria Oriana of Oriana Grandi. Mm-hmm. Haar moeder is namelijk ook bekend en zij is zelf geboren in 1783. Mm-hmm. En zij heeft zelf een kind gekregen, het op jonge leeftijd al. Mm-hmm. Op die manier, ook dat is weer een stukje van een stamboom. En deze Oriana Grandi viel onder het eigendom van Dorothea Elisabeth van der Meulen. En als we op doorklikken, dan krijg je deze informatie. In dit geval is dat redelijk simpele informatie. Namelijk haar inschrijving en uitschrijving, want ze is de hele periode bij Van der Meulen gebleven. Is ook niet verkocht of anderszins iets mee gebeurd. En je ziet hier aan de zijkant dat bruine vlak, dat is de. Als je daarop klikt, dan kom je bij de uiteindelijke akte uit. Even kijken hoor, nou, dat heb ik hier niet in staan. Maar dan kom je bij de uiteindelijke akte uit, zodat je ook net zelf na kunt kijken. Want dat vind ik belangrijk. Ik kan wel zeggen dat het zo staat in de database. Maar het is natuurlijk veel fijner als je ook zelf vervolgens na kunt zoeken hoe het zit. Want misschien als je het zelf leest, denk je, ja, het is toch, ik geloof die vergader kan dat wel zeggen, maar ik zie het anders. Nou, dat is prima. Dat mag je natuurlijk zelf weten. Voor Suriname geldt eigenlijk hetzelfde voor, alleen het uiterlijk ziet er iets anders uit. Dit is de website van het Slavenregister van Suriname, maar dan via de website van Nationaal Archief Nederlands. En ik heb hieronder ook de link neergezet. nationaalarchief.nl/onderzoeken/index uh-huh. en NT00461. En eigenlijk is het enige wat je hoeft te weten is die NT00461. Als je in de zoekfunctie van de website van Nationaal Archief die intikt, kom je automatisch bij indexen deze index tegen. Oké. Okay. Nou, dan kunnen we dus nooit als los bij ons op de Facebook en de site plaatsen. Dan is het voor mensen misschien ook wat makkelijker zoeken altijd. Dat klopt. En zet dan deze informatie er ook bij. Mooi. Want wat ik al zei, in Suriname kun je niet rechtstreeks in de slavenregister zoeken, omdat je daar geen achternamen in staan, behalve van de mensen die gemanumiteerd zijn, dus die vrij zijn gekomen voor 1863. En dit zijn eigenlijk het emancipatieregister en het manumissieregister heb je eigenlijk nodig om verder als eerste stap, omdat daar die familienamen in staan, die mensen krijgen op het moment dat ze vrijkomen. Ja, het lijkt me en wel een bijzonder avontuur om te gaan zoeken en gewoon open te kijken wat vind ik zoal. En ik weet bij mezelf, hebben wij dat avontuur ook samen voor een gedeelte gedaan. Dat was heel bijzonder. Het gaf meer, hoe zal ik dat zeggen, meer motivatie om nog meer te zoeken en te kijken wat kun je zoal vinden. Dus bij deze ook een uitnodiging aan iedereen, als we deze gelegenheid hebben, om dat echt te gaan doen, als je natuurlijk wil weten hoe en wat. Ik kan me ook voorstellen dat het ook confronterend kan zijn voor mensen om te zoeken en dingen te vinden. Dus het kan alle kanten opgaan, maar ja, als je zegt van dit is de gelegenheid, die dingen zijn nu online, doe het dan. Misschien is het ook mooi om het bijvoorbeeld met je kind te doen, of met een ander familielid te doen. En wie weet wat voor moois je kan ontdekken. Ik zou het sowieso samen doen. Het is fijner om er samen naar te zoeken, is mijn ervaring. Maar ook omdat het toch nog best een puzzel is. Ja. Kijk, het is archieven moet je altijd even ontdekken hoe werkt het precies. Mm-hmm. Het is niet zo, ik tik een naam in mijn achternaam in, dan vind ik automatisch de goede voorouder. Je moet wel even goed nakijken of het klopt en wat er nou eigenlijk staat. Want anders denk je van, ik kom wel een naam tegen, maar ik heb geen idee wat het verder betekent. Mm-hmm. Dus je moet er echt even over nadenken. En sommige stukjes zijn gewoon echt puzzels om goed op te lossen. Ja, een beetje detective dan, hè?
Wat zou je wat zeggen? Een beetje detective, dus alle Miss Marples, Hercule Poirotjes en Sherlock Holmes en James Bondjes. Die kunnen helemaal los. Als je zegt meestal thuis vanaf de bank, ik weet al wie het gedaan heeft. Nou, neem de uitdaging aan. En ga dan op zoek naar iets wat ook voor jou persoonlijk, denk ik, waardevol zou kunnen zijn. Ik heb ooit iemand gehad die hiermee werkte en die had en die was op een gegeven moment helemaal enthousiast. Die zegt van, oh, maar dit is gewoon puzzelen. Dit is echt leuk. Dit is leuker dan sudokus. Ik denk, ik beschouw dat maar als een compliment. Ja, ik bedoel, in plaats van een sudoku, dat is je eigen sudoku. Ja, okay. Ja, het gaat over je eigen familie. Dat maakt natuurlijk veel interessanter dan ja, een sudoku. Precies. Ja. Koen, bij deze gaan we... We gaan ook afronden, denk ik, hè? Ja, je hebt al die bronnen, dus dan ging ik ook net zeggen, dan ga ik weer netjes in mijn vakje en dan kan je verder. Nou, dat valt wel mee hoor. Ik wil alleen nog laten zien, ik noemde aan het begin dat die slaapjes een soort spinnend web zijn, omdat alle informatie, omdat er altijd een combinatie van, elk andere bron staat altijd een combinatie van een naam, de voornaam, en de naam van of een eigenaar of een plantage bij vermeld. En die combinatie kun je altijd gebruiken om een slaapregister te zoeken of om in andere bronnen te zoeken. En dit zijn voorbeelden van die andere bronnen, zoals die bijvoorbeeld op Curaçao bestaan. Mm-hmm. Dat zijn bijvoorbeeld registraties van mensen die vanuit Curaçao naar het buitenland gaan. Okay. Maar ook bijvoorbeeld informatie over verkoop van mensen. Mm-hmm. En informatie, die achterste is helemaal interessant, dat gaat over het weglopersregister. Dat was dus mensen die probeerden te ontsnappen uit slavernij. En of niet, of ze liepen gewoon weg omdat ze bij wijze van spreken graag op familiebezoek gingen. Of een scharrel had opgedoken in een andere plaats. Dat zijn natuurlijk allemaal situaties. Heel veel van deze mensen komen ook gewoon weer terug. Mm-hmm. Dus die staan later weer gewoon op de lijst van de slaveneigenaar. Maar sommige mensen ontsnappen ook echt naar het buitenland. Bijvoorbeeld naar Venezuela of andere plekken. Dat zijn natuurlijk hele boeiende. En vooral die laatste is een hele mooie, omdat daar ook een C-element vaak bij staat. Dus dan kun je iets meer over leren over hoe deze mensen er precies hebben uitgezien. Je zou daarbij nog wel daarvan een schilderij van kunnen maken. Ja, ik denk dat wel. Nou ja, of een kamerscherm, zoals in het begin. Ja, kijk, en als het een familie van je is, ja, dan weet je hoe die eruit gezien zou hebben. Dat is gewoon alsof je een foto hebt van grootoom... Kwaku of wie dan ook. Ja, nou ja, ik, dat denk ik ook. Ja, dus ik hoop, het is een van die bronnen waarvan we hopen dat we daar nog een keer, het is nu nog niet zo, maar een keer aan toe komen om daar ook een soort database van te maken. Ja. In ieder geval doorzoekbaar te maken. Dat zou ook heel mooi zijn. Ja, nou nog even, wat is nou mijn belang? Want kijk, ik ben historicus. Dus ik ben heel blij. Ik bedoel, het maakt mij ook gelukkig als mijn andere mensen gelukkig worden van het zoeken in dit materiaal. Maar ik heb natuurlijk ook een wetenschappelijk belang bij. En dat wetenschappelijke belang, dat deel ik met collega's in Suriname en Curaçao, is dat we eigenlijk stappen willen maken om ook wetenschappelijk gezien deze mensen zichtbaar te maken. En dat doen we eigenlijk door niet alleen de slavenregisters, maar ook de burgerlijke standen en andere bronnen eraan te koppelen. En wij willen uiteindelijk toe naar een wetenschappelijk project, waarbij we de hele bevolking van Suriname en Curaçao, dus 1830 en 1950, eigenlijk in kunnen reconstrueren aan de hand van deze bronnen. Dus we kunnen als het ware van ieder individu kijken hoe het leven zich ontwikkelde door die bronnen heen. Vanuit het slavenregister, via het emancipatieregister, naar de burgerlijke stand, naar eventueel... de volkstelling in Suriname, want dit lijstje wat hier staat gaat specifiek over Suriname. Mm-hmm. En op die manier kunnen we beter snappen wat slavernij heeft gedaan met de levens van mensen. Ja. Niet alleen met individuen, maar ook met de bevolking als geheel. Of bijvoorbeeld alle mensen die op bepaalde plantages hebben geleefd en daarvan afstammen. Dus we hopen dat daar in de toekomst heel veel wetenschappelijk onderzoek aan kan worden gedaan. Ja, en dat ook kunnen doortrekken. Want ik zie ook educatie wat mijn persoonlijk ook bij mij dan binnenkomt. Zeg maar. Ik zie ook educatieproject voor scholen over onderzoek naar slavernij. Nou zou ik zelf ook gastlessen op middelbare scholen in Nijmegen gaan geven. Waar het niet dat corona 5 dagen daarvoor zijn intrede deed. Dus
we hopen dat project volgend jaar ook te kunnen gaan doen. En ja. Ook een ander project van mezelf over 2 jaar is ook om te kijken naar het doorwerken, wat je net ook gezegd hebt. Het doorwerken van zo'n verleden in het hedendaagse leven. Want tot op de dag van vandaag is het er nog steeds. En wat doen we ermee? En hoe kunnen we de toekomst verder daarmee vorm en inhoud geven met zo'n achtergrond? Dus, dat is ook zo. Ik ben heel blij om verschillende redenen dat dit er is. Ook om een deurtje naar mijn eigen voorouders te kunnen maken. En hopelijk naar die van anderen ook. Maar ook een link naar het nu en een link naar onze toekomst. Onze kinderen en ook de nazaten daarvan. Ja, alvast heel hartelijk bedankt. Nee, we hebben al een nieuwsbrief overigens. Die wordt rondom het Surinaamse slavenregister. Die staat ook online gewoon beschikbaar via de website van de Stichting Stil Verleden. Oké, de Stichting Stil Verleden. En we zijn nu bezig met een website te maken rondom Curaçao. Mm-hmm. En dat wordt ook een scholenproject op Curaçao zelf. En dat project heet Erfgenamen van Esperanza. En Esperanza wordt geacht de moeder te zijn van Tula. Maar Esperanza betekent ook hoop. Dus hoop, we vonden dat zo'n mooie naam dat we dachten, mijn voornaam Nadine betekent hoop, dus ja. Ik kan alleen maar glunderen. En mijn tweede naam is Libertad, dus ik zit er helemaal goed bij. Ja, jij zit sowieso goed. Oké. Okay. Even kijken hoor, wacht even. Dat is eigenlijk wat ik wilde vertellen voor vandaag. Ja. Ik hoop dat veel mensen de weg weten te vinden naar deze datasets. En ik hoop dat er ook de komende jaren mensen en mensen die nu meekijken misschien ook willen helpen om, als we zover zijn dat we gaan de zaak gaan transcriberen. Mm-hmm. Het transcriberen betekent een chic woord voor het overtikken van informatie uit van scans van een archief naar een dataset. Want anders kun je het niet te zoeken, anders heb je alleen maar foto's. Dat mensen ook mee helpen. Oké. Okay. Dus, bij deze alvast de oproep. En tegen de tijd dat jullie actief gaan zoeken, laat ons alsjeblieft weten. Dan zullen we nog een keer ook een oproep doen binnen onze netwerken en onze socials. En dat we met z'n allen op deze manier een steentje kunnen bijdragen om het nog zichtbaarder maken van onze voorouders. Op welke manier dan ook. Dus heel graag. Ja. Koen, heel, heel hartelijk dank hiervoor. En heel veel steun vanuit ons voor jou, maar ook voor de collega's, zowel in Suriname als op Curaçao, die hier ook mee bezig zijn om daar samen iets moois voor ons allemaal van te maken. Mm-hmm. En dat het heel veel positieve energie, dat het allemaal gaat lukken. En graag tot een volgende keer. We zitten een beetje aan elkaar vast sinds dit project. Dus ik zeg met heel veel vertrouwen en plezier tot volgende keer. Oké, okay, hey. En heel veel plezier ook en heel veel mooie bijeenkomsten. Ik weet dat hier nog een deel van het programma hierna komt, na dit stukje van de uitzending. Dus ik wens alle kijkers heel veel plezier daarmee. En hartelijk bedankt voor de uitnodiging om hierover te mogen vertellen. Graag gedaan en tot gauw. Tot gauw.